Il était une fois l'homme. Ja, ik moet toch een beetje mijn Frans oefenen. Maar dat betekent zoveel als er was eens de mens. In 1978 kwam dit verhaal als tekenfilmserie, als educatieve tekenfilmserie op de televisie. Ja, nou, ik als klein jongetje ging daar natuurlijk naar kijken, want dat was heel leerzaam. Achteraf gezien misschien een tikkeltje belerend, want ze probeerden niet alleen maar bijvoorbeeld in dit geval het ontstaan van het leven weer te geven, maar ook concepten als wat goed is en wat kwaad is, dat soort zaken zaten er ook allemaal bij. En nu, bijna 40 jaar later, wordt eigenlijk deze tekenfilm teruggebracht in stripvorm. En dat vind ik toch wel heel erg gaaf. Met alle vertrouwde personages er weer bij. Met natuurlijk Maestro, hè, die man met die baard, als de verteller. En alle bekende namen. Ik vond die namen altijd zo grappig. Zeker als ik dat dan weer terugdenk zo lang geleden dat ik het gezien heb. Pieter en Pieternel. En die hebben dan weer kinderen en die heten dan ook weer Pieter en Pieternel. Dat vind ik dan weer zo grappig. Ze hebben hun vriend Dickie. En dan heb je ook nog Naling en Dwerg. Dat zijn een beetje de slechterikken erin. Oftewel de dommerikken erin. Want meestal gaat het allemaal mis wat zij proberen. In dit eerste deel van deze reeks gaan we even met zeven mijlslaarzen een paar miljard jaar geschiedenis door. De prehistorie, alle aspecten van de prehistorie komen even naar voren. En ik zeg al, dat gaat wel even heel vlot doorheen. Maar goed, als je dat helemaal uit moet gaan spreiden en zo boeiend was die tijd ook weer niet. Dus wat dat betreft kan dat prima hierin. En het is ontzettend leuk om te zien. Maar wat ik vooral heel mooi vind, is je hebt een tekenstijl. Dit is een beetje het heden. Maar je hebt dan ook, wat er verteld wordt, het verleden. En je ziet dat dat een andere tekenstijl is. En het mooie is even dat in deze reeks, in dit boek, daar zijn de tekeningen van de originele tekenaar van de tekenfilm, Jean Barbeau, die zijn daarin verwerkt. Die zijn natuurlijk wel een beetje aangepast en opgepoetst, hè, en om te passen bij de looks van dit stripboek. Maar dat is toch wel heel gaaf. Dan heb je toch wel die aansluiting heel mooi met die tekenfilm. En op zich is het natuurlijk ook wel een tijdloze strip. Voor mij is dit natuurlijk gewoon pure nostalgie. Maar ik hoop ook dat de huidige jeugd, want het is natuurlijk echt een strip die gericht is op de kinderen, op de jongeren. En ik hoop dat zij dit ook leuk gaan vinden. Want laten we eerlijk zijn, geschiedenis is ontzettend saai. Feitjes over wat er allemaal gebeurd is van heel lang geleden, wat is dat nou voor boeiends aan? Nou, als je het op zo'n manier kan leren, op een hele leuke manier, met hele leuke personages, hele leuke situaties, blijft het veel langer hangen. En wat dat betreft maakt dit leren gewoon ontzettend leuk. Zo zie je dat strips niet alleen leuk zijn, maar ook heel erg nuttig kunnen zijn. Het eerste deel ligt bij de stripwinkel. Twee vervolgdelen hiervan gaan nog komen. En er gaat nog een andere serie, ook in stripvorm, uitkomen. En dat is namelijk Er was eens het lichaam. Hetzelfde principe, maar dan over het menselijk lichaam. Dus nou, ben je nieuwsgierig? Ga naar de stripwinkel, ga hem daar halen. En ga zien hoe leuk het kan zijn om door middel van een strip geschiedenis te leren. Ik wens je veel leesplezier, bedankt voor het kijken en tot de volgende strip.